Rode JC speelt zaterdagavond een uitwedstrijd. In het Polmanstadion is Heracles Almelo de tegenstander. Om 7:45 wordt er voor de 10e keer afgetrapt. In het verleden ging Roda 4 keer minimaal met een punt terug naar Kerkrade. De overwinning op NEC was natuurlijk heel belangrijk en ook mooi. Barry Powell was een van de belangrijkste mannen op het veld en wist echt het verschil te maken. Ja, ik vond dat iedereen een geweldige prestatie heeft neergezet. Maar met name Barry heeft als rol als aanjager eindelijk de ploeg op sleeptouw genomen. Spelers meegenomen, tegenstander bespeeld, publiek meegekregen. Zo had ze gewoon een mooie man voor de wedstrijd. Want je had het idee dat er soms een ander elftal op het veld stond. Alles lukte ineens. Ja, maar ik heb natuurlijk weken aangegeven waarom we niet scoren. Ja, zo simpel is het. En dat zag je ook gewoon terug. Dat is eigenlijk gewoon, zag ik de conclusie was gewoon juist. Maar ja, ik vond het wel heel knap voor mijn elftal dat ze gewoon om hebben kunnen gaan met de druk. Je ziet vaak in degradatiewedstrijd met veel druk zie je vaak heel veel fouten. En dat was het geval niet. Wordt er gevochten voor elke meter en bij Vlagen was ook heel erg goed voetbal. Barry is ondertussen al 33. Die had tijdens de wedstrijd kreeg hij ook kramp. Heeft hij de wedstrijd wel een beetje overleefd? Ik bedoel, kan je tegen Heracles weer een beroep op hem doen? Dat hopen we wel. Ik zat me heel erg twijfelen. Ja, hoe lang kan ik hem nu laten staan? Want hij gebaseerd raken. Hij heeft weinig inhoud. Frank de Moesje was net terug. Dag voor de wedstrijd, eindelijk voor de eerste keer 11 tegen 11 gespeeld. Ja, die kun je ook niet zo snel brengen. Die hebben eigenlijk een beetje risico meegenomen in die opzicht. Om hem snel erbij te krijgen. Dat was wel even balen. Maar aan de andere kant verwacht ik wel dat Paul weer gewoon door kunnen trainen. Heracles Almelo is net als zoveel ploegen in de Eredivisie bezig aan een wisselend seizoen. Momenteel staat het team onder leiding van Jan de Jonge op de 13e plaats. De Tuckers zijn op dit moment de slechtst presterende thuisclub. Daar liggen dus zeker wel kansen voor Roda. We spelen op kunstgras, dat is even wat anders. Ik vind wel dat ze behoorlijk voetbal speelt eigenlijk. Af en toe staat het te open, geeft het zoveel ruimte weg. Ze kunnen goed voetballen tussen de linies, vind ik wel. Ze scoren niet zo makkelijk. In die opzicht ontbrengt er wel wat. Maar ja, dat het voor ons moeten we gewoon de lijn proberen door te trekken natuurlijk. Is die overwinning op NEC meer waard als je dit aankomend weekend ook van Heracles wint? Of staat dat los van elkaar, vind jij? Ik vind sowieso, kijk, als je aan zijn wedstrijden verliest en dan doe wat met de vertrouwen in de groep, dat is logisch. Dan win je een wedstrijd die je moet winnen. En de volgende wedstrijd moet je proberen laten staan weer. En daarom ben ik ook blij met de P.E. Paal erbij is. Frank de Moesje is erbij. Flodeus heeft bij de belofte 45 minuten gespeeld afgelopen maandag. En goed uit de wedstrijd gekomen, dat geeft me ook iets veel mogelijkheden. Nog heel even over Heracles. Heracles heeft de afgelopen jaren een reputatie gekregen dat ze heel aanvallend en leuk voetbal spelen. Liggen daar ook dan de kansen voor jullie? Want je had het net over, soms staat het iets te ver open. Ja, daar liggen in ieder geval mogelijkheden. Precies waar je aangeeft. Ze spelen leuk voetbal. Ze kunnen goed tussen de linies, goed posities wel spelen. Veel positiewisselingen, dat doen ze uitstekend. Maar ja, daar hou ik af en toe. Ja, daar hou ik ook in. Daar geef je veel ruimtes weg. Ja, zo ligt zeker een mogelijkheid aan. Hoe belangrijk is de overwinning op NEC geweest, denk jij, op dit moment? Hoe heeft de groep erop gereageerd? Nou, voor iedereen, niet alleen maar de groep, maar ook voor de mensen die iets meer Roda hebben. Ja, dat is gewoon super belangrijk geweest. En iedereen heeft er vertrouwen in. En wij ook, natuurlijk.